Goedemorgen, het is vandaag donderdag en dat betekent weer een nieuwe weekvlog. En wij zijn ready voor de dag. Ik ga eerst sporten, jij hebt eerst je les. Daarna draai ik het om, dan ga jij sporten en dan ga ik naar mijn les. En na mijn les gaan we de auto ophalen op het vliegveld en dan gaan we naar Outer Banks. Echt zoveel zin in. Ja, echt heel veel zin. Ik besef nog niet echt dat we gaan of zo. Ik moet nog inpakken voor het weekend. We vertrekken dus donderdag, eind van de dag en dan hopen we daar, het is 4-5 uurtjes rijden, dus we hopen rond 10 uur hopelijk voor 10 uur. Ja, maar waarschijnlijk wordt het wel later. Later, ja. Dus waarschijnlijk zullen we vandaag niet heel veel zien van Outer Banks. Maar dan hebben we dus 2 volle dagen in Outer Banks, vrijdag en zaterdag. En dan gaan we zondag weer terug. Dus ik heb er wel zin in. En we hebben geluk met het weer. Want vrijdag en zaterdag zijn de mooiste dagen van de week daar. Dus dat is echt heel chill. Ja. Dus we hebben er zin in. Ja. Ik heb net gesport. Heb daar meteen getoucht. Heb mijn koffertje even ingepakt voor Outer Banks, want dat moest ik nog doen. De vlog geëdit en ingepland. En mijn spullen gepakt voor de les die ik straks heb, mijn enige les. En ik heb mijn outfit alvast aan. Ik heb een jurkje aan met een rode blazer. Ik heb ook alvast alles klaargelegd wat nog mee moet in mijn tas. Wat nog in die ik hier gebruik als schooltas. Wat daar nog in moet, want die neem ik dus ook mee. En dan heb ik tot 10:00 les. Dus ik moet om 5:00 de auto ophalen. En dan gaan we de rest ophalen. En dan naar Outer Banks. Ik heb echt heel veel zin in. Ik hoop dat ik niks vergeet. Ik heb echt even snel gepakt. Dus, maar ja, we gaan het zien. Komt vast wel goed. En anders heeft vast wel iemand iets als ik iets ben vergeten. Hallo allemaal. Welkom bij de vlog. We zijn nu onderweg naar Outer Banks. Kim is aan het rijden. Hier zit de rest. En zie Danielle. En het is ongeveer 4 uur rijden. Dus dat betekent dat we 11:45 s'avonds aankomen. Dus het is wel echt mega laat. Maar ik denk op zich dat die 4 uur best wel snel voorbij gaan. Dus. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En we zijn gisteren aangekomen in Outer Banks. En we zijn in het huisje. Nou, huisje. Het is echt heel groot. Ik zit nu aan de voorkant. Het heeft heel verschillende lagen. Wij slapen op de bovenste verdieping, Mink en ik. En daar is ook de woonkamer en de keuken en onze badkamer. En dan heb je een verdieping onder. Heb je nog... Daaronder heb je nog 3 slaapkamers met 2 badkamers. En dan heb je nog een kelder. En dan heb je daaronder nog een soort van open kelder, dacht ik. En dan heb je dus overal bij elke verdieping heb je dus nog balkonnetjes. Dus wij hebben ons eigen balkon dit. Kijk hoe groot het is. Dit is ons balkon. En dan hebben we beneden hebben de jongens een balkon met hot tub. Maar dan kun je ook via het andere balkon komen. Het is heel groot. Toen laten we nog wel een roomtour als iedereen een beetje aangekleed is en opgeruimd is. Want iedereen gaat nu of naar het strand of aan school. Ik ga naar het strand natuurlijk. Dus ik ben al ready. En dan doe ik nog even een roomtour. Want het is echt een ziek groot huis. Het is echt heel vet hier. En verder, kijk het uitzicht. Dit is de voorkant. Daar is de weg. Wij gaan nu naar het strand. Ik ben al geweest, maar we gaan nu nog een keer. Want de rest was nog niet geweest. Wat gaan zij doen? Dit is onder het huis. Hier staat één auto en de andere jongens zijn boodschappen doen. Ze gaan boodschappen doen. We fietsen. En ik moet nog een roomtour, een house tour doen. Maar ik zal even de buitenkant laten zien. Ik wil ook nog een foto maken van de buitenkant. Kijk, ik zal het even beter laten zien hoor. Een moment. Kijk, daar kom je dus aan. En dan kan je dus hier omhoog. En dan heb je dus hier de eerste verdieping. Kijk, hier zo, verdieping 1. Daar zitten dus 3 slaapkamers, 2 badkamers. En daarboven is dus nog 1 slaapkamer en badkamer. Daar slaapt Mink en ik daar op die. Met dus de woonkamer en de keuken. En dan heb je hier dus beneden waar de auto's kunnen. En waar je kan barbecuen. En dan zit daar nog een buitendouche, schommels. En dan daarachter, achter het huis, zit het zwembad. Dat is een gedeeld zwembad. Wordt echt mooi. Kijk, en echt huge.
Maar het is wel heel gek dat dus de woonkamer en de keuken op de bovenste verdieping daar zijn. Maar het is wel heel knus. Maar ik ga nog even een roomtour laten doen. Hier is ook open. We lopen nu naar het strand. Door de bossen. We zijn lekker aan het vloggen. Wat vloggen? Wil jij ook vloggen? Nee, ik hoef niet te vloggen, dankjewel. Boyt, jij wil vloggen? Welkom bij Kim Akkers vlog. Het is vlog, 7 september. 9 september. Bijna. We gaan naar een stand waar je niet mag zwemmen. Ja. Heel hoog golven. Hier begint de house tour. Komt hier dus aan. En je kan echt op volgens mij bijna 3 verschillende mogelijkheden naar binnen. Maar we gaan via de kelder. Want je kan dus hier omhoog en er zit daar een deur. Maar je kan ook via de trap erachter omhoog zit een deur. Maar we gaan via deze deur. We gaan via de kelder. Dus we komen hier aan. En dan kan je hier de auto's parkeren. 1 auto is nu weg. Dan heb je hier een slaapkamer, hier een slaapkamer, badkamer, slaapkamer. Woonkamer. Dan kan je hier lekker chillen. Eetkamer. Hier de keuken. En dan heb je hier onze kamer. Min, kan ik binnenkomen? Kijk, en dan zit onze kamer. Onze kamer met uitzicht. Kijk, onze eigen badkamer. Uitzicht op waar we net stonden, waar we binnenkwamen. Dan hebben we nog allemaal buitenruimtes. Die gaan we weer plaatsen. Dan gaan we naar de eerste buitenruimte. Dan gaan we buiten om. En dan heb je hier de hot tub. We zijn nnu op de fiets. Er staan 4 fietsen bij het huisje. Dus we hebben nu met z'n 3 even de fiets gepakt. En nu gaan we even rond Ouderbeeks fietsen om te kijken of we wat moois zien. Of zo, even leuk. En dan de hele dag op het strand en zwembad dachten we toch even de omgeving zien. We zijn aan het fietsen. Er gaan 3 andere... Ja, 3 op de fiets. 3 andere zijn met de auto weg. We gaan iets naar het noorden toe, volgens mij, naar het natuurpark. En dan 3 zijn nog bij het zwembad aan het chillen. En die gaan een barbecue voorbereiden voor vanavond. We gaan barbecuen. Zo, ik heb net gedoucht en we zijn nu aan het barbecuen. We zitten bij de poolhouse, kijk, zijn bij het zwembad en we zitten dus nu met z'n allen daar. De jongens zijn aan het barbecuen en dus we gaan zo lekker eten. En we weten niet wat we gaan doen. Ik hoop dat we gewoon lekker hier blijven en drankjes doen en een hot tub gaan. Maar dus een paar willen wel een beetje van uit. Ja, je hebt hier een paar ballen. Dus ik weet niet wat het plan wordt, we zien het wel. Goedemorgen. Ja, het is vandaag enorm met mijn kast. Hier, kijk. Ja. Zaterdag. En we zitten allemaal in de auto. Kijk hier. Kijk. Oh ja. Sam rijdt. Ik denk van gisteravond. Ik ben een beetje ziek. Ging gisteravond om 30:30 naar bed. En ik ben wakker met keelpijn, hoofdpijn en koorts. Maar ik heb net een ibuprofen genomen en het gaat wel een soort van. Dus ik ga wel mee. En we gaan naar Corella. En wat kan je daar doen? Is dat natuur? Natuur, ja. Natuurgebied. Er stond heel Korea's. Dus wij gaan daar nu naartoe rijden.
lopen nu in Carolla volgens mij. En dan heb je een soort natuurpark. En dan wilden we even kijken, want dan heb je een vuurtoren en Whalehead ofzo, dat is het huis. Dus we lopen nu even rond. En het is warm. Maar dat vind ik niet heel erg. Hoe vind jij het, Mink? Wat? Hoe vind je het hier? Ja, ik vind het wel mooi. Ja, dit het is stukje. Mooi. Ja. Lekker windje ook. Lekker windje inderdaad. Maar toch wel warm. We hebben net op het strand gelegen en het is een beetje bewolkt zoals je ziet. En dus gaan we nu terug. We hebben eigenlijk de hele dag een beetje rondgereden, plek gestopt, wat dingetjes gedaan. En met ibuprofen voel ik me wel beter, gelukkig. Dus dat is mooi. En mijn haar is echt super wild van het strand. Nu allemaal schelpen mee zitten. Ik heb ze hier in gedaan om het gewoon te zien tillen. Hele mooie schelpen. Dus die heb ik allemaal daarin gedaan. En we lopen nu terug. We zijn met een auto, de andere auto is al terug. En de andere, kijk. En wij gaan er ook terug, denk ik. Ik weet het niet. Ik denk het wel. En dan is het alweer de laatste avond. En gaan we morgen weer terugrijden. Daar heb ik op zich wel weer zin in. Ik vond het echt leuk het rijden. En nu rijden we dus in het licht. Dus dat vind ik ook leuk, want dan kun je wat meer van de omgeving zien. Hoi! We zijn... Hallo! Goedemorgen! We zijn nu onderweg naar huis in de auto. We moeten nog... 4 uur en het is zondag. En het is zondag. Goedemorgen. Vandaag is het zondag en we zijn nu onderweg naar huis toe. We moeten nog ruim 4 uur rijden. Kijk, die gaan we met dit. 4 uur? Dat is zo lang. Hier zit de rest. En Kim is weer aan het rijden. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ben onderweg naar mijn eerste les van vandaag. Ik loop met Sam en Danielle. We gaan naar onze les allebei. We hebben het niet samen hoor. Het is alweer eind van de dag. En ik heb vandaag na mijn les heb ik gesport. Ik heb eigenlijk een beetje weinig gefilmd, want ik was best wel druk. Nou, niet druk per se. Het was niet heel bijzonder, maar wel druk. Ik heb daarna dat ik heb gesport... heb ik eigenlijk al mijn huiswerk gemaakt, want ik moest nog best wel wat doen. Omdat ik het weekend natuurlijk weg was geweest, dus ik moest nog even wat inhalen. Dus eigenlijk ben ik daar dat ik de hele tijd mee bezig geweest. Ik heb wat mensen gefacetimed, mijn ouders even een keertje, en Sayenne. En ik zou straks hockey training hebben, maar het regent. Kijk, ik weet niet of je het ziet. Nou, je ziet het niet echt. Wacht. Ik weet niet of je het volgens mij zie je het niet goed, maar het regent. En het wordt hier dus gecanceld als het regent. Dat is hier blijkbaar een ding. Dus het is vandaag niet, maar morgen, de rest van de week, of de rest kan, dat ik kan kijken op mijn telefoon, wordt het echt weer 30 graden. Dus ik hoop dat woensdag wel gewoon lekker doorgaat. En ja, dus eigenlijk een beetje saaie dag waar ik niet zoveel heb gefilmd, omdat ik gewoon druk was met schoolwerk. Dat ik dacht, de komende week heb ik ook allemaal leuke dingen gepland. Dus ik dacht, doe dat nu, want nu is het dus, heb ik niks. Dus kan ik het nu mooi helemaal doen. Dus ik ben weer helemaal blij met school. Ik moet alleen nog morgen even een assignment maken. En ja, dat was het denk ik. Ik ga nu lekker eten. Ik ben beneden afgesproken met z'n allen weer. Dus ik ben benieuwd wat ze hebben. Of ze iets lekkers hebben. Goedemorgen. Het is, het is vandaag dinsdag. En het is 6:30 ochtends. We lijken wel gek. Want we gaan bootcampen. Vraag ons niet waarom. Ik vraag op dit moment weet ik het echt niet waarom we dit gaan doen, maar... Achteraf wel. Achteraf wel. Het is 6:30 en het begint 6:45. En ja, ik... We hebben er zin in. We zijn kapot. Of niet? Ja.
Maar het is vooral ook mijn core. Oh, mijn armen. Het was wel heel chill. Ik denk dat ik morgen spierpijn ga krijgen. In mijn arm heb ik sowieso spierpijn morgen. Ik ben echt kapot. En nu gaan we terug. Dan gaan we ontbijten. Ik ben nu bezig met mijn huiswerk, want ik was heel vroeg wakker en heel vroeg klaar met alles. Het is nu 10:30 en ik heb pas 12:00 les. Dus ik dacht, ga nog even mijn opdracht maken, want ik moet een nieuwsverhaal schrijven met de 5 W's en de H erin als assignment voor een van mijn vakken. En dat moest gaan over je geboorte. Dus dan moest je aan je moeder vragen hoe dat allemaal ging en dan moest je dat dus verwerken in een soort nieuwsverhaal alsof het nieuws is. Dus daar ben ik nu mee bezig en het is niet heel moeilijk of zo, maar het is wel eventjes... Even concentreren en even goed nieuwsverhaal schrijven. En het is natuurlijk lastig, want ik heb mijn moeder gevraagd erover. En dat is in Nederlands. Ik moet ook quotes gebruiken. Dus moet ik eerst mijn moeders quote naar het Engels vertalen. En dan die gebruiken. Maar ja, zij weet toch niet hoe ik het gebruik. Dus daar ben ik nu mee bezig. En we hebben net de kamer schoongemaakt. We hebben stof gezogen, want dat wilden we heel graag doen. Dus we hebben van de housekeeping hebben dat geleend. We hebben de was al, die zit al in de droger. De andere, kijk, ligt daar te drogen. Want we willen dus niet al onze kleding in de... droger doen, dus de handdoeken en beddenspullen liggen in de droger. Dus een productieve ochtend, al gesport, ontbeten, stofzogen, was gedaan, bezig met huiswerk en het is pas 10:30. Ik denk dat ik hier nog niet zo productief ben geweest als vandaag, maar dat is chill. En dan straks om 12:00 journalism law en dat examen. Hey guys, how you doing? We're here in George Mason University. This is the lobby. We're gonna give you a little tour of what it is to be here. That's Kim right there. Kim, say hi to the camera. She didn't say hi to the camera. But yeah, I'm gonna show you a little bit of what it is over here. Just walk in here, you got a free buffet. The food in America sucks, don't let her lie to you. But yeah, it's been a good time so far. And here's so many more months. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en gisteren heb ik best een productieve dag gehad. Want ik heb dus al mijn huiswerk kunnen maken, al mijn assignments geleerd voor mijn quiz die ik vandaag heb. We hebben s'avonds nog, nee niet s'avonds, na mijn les heb ik nog gesport. Wat heb ik nog meer gedaan? Ja, verder best wel veel bezig geweest met school. Dus eigenlijk heb ik deze week weinig te doen aan school. En ik heb straks dus weer een quiz. Vorige keer had ik 100%, dus ik hoop deze keer weer. En het is nu, we gaan nu zo ontbijten en dan heb ik om 10:30 mijn les en dan heb ik 1 les en dan ben ik klaar voor vandaag en dan ga ik ook sporten. En ik heb echt bizarre spierpijn van gisteren, de bootcamp in de ochtend. Mijn benen zijn echt dood en ik ga dus straks weer sporten en vanavond hockey training, dus dat wordt erg leuk. Ik ben weer terug van de les en ik had mijn quiz net en volgens mij heb ik me zo erg verpest. Want hij was echt mega lang. Het was 5 pagina's en je moest er een half uurtje over doen. En je moest allerlei zinnen herschrijven, makkelijker maken, verbeteren op punctuation, taal, grammatica. En volgens mij heb ik hem echt verpest. Ik heb hem wel afgekregen, maar ik heb hem dus niet kunnen checken of ik alles goed heb. Dus ik weet niet. En dat was heel lief, want... De quiz begon met dat je moeilijke Engelse woorden moest vermakkelijken. Dus een moeilijk Engels woord voor een makkelijk Engels woord. En ik had al bij de docent, of ja, bij de professor aangegeven van... Ik vind dat ik dat best wel moeilijk vind, omdat ik gewoon de helft van die woorden ook niet eens kende. Zeg maar de voorbeelden die we gebruikten in de les. Dus de docent had dus de Nederlandse vertaling erbij gezet. Dus dan kon ik een makkelijker woord, dus dat was echt heel chill. Maar je mocht ook gewoon je laptop gebruiken, aantekeningen, de PowerPoint. Dus ik heb ook wel een beetje Google Translate gebruikt om een makkelijker woord te vinden als ik het niet helemaal snapte. Maar we gaan het zien. Ik denk echt dat ik hem echt zwaar verpest heb. Dus, maar nu lekker sporten. Ik heb echt mega spierpijn van de bootcamp van gisterochtend. Dus dat wordt leuk. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Hoi. Ja, ik ben net de video aan het editen, maar ik kom er net achter dat ik helemaal me heb vergeten af te sluiten. Dus bij deze, heel erg bedankt voor het kijken. Het was een superleuke week en ik zie jullie volgende week nog weer. Doei!